Vandaag mag ik hier zijn om dit peutercentrum het naambordje dan te onthullen. Want ik vind het bijzonder, want wat hier gebeurt is juist de combinatie van kinderen die voorschoolse educatie krijgen, door de vroegschoolse educatie, maar ook kinderen die op de peuterspeelzaal zitten. En ik denk dat die mix erg goed is, omdat je aan elkaar kan optrekken om zo je gewenste niveau te halen en om zo ook die aansluiting naar het basisonderwijs dan verder vorm te gaan geven. Voorheen zat hier de voorschool, dus er kwamen alleen doelgroeppeuters. Die komen dan 4 dagdelen per week op de groep. En sinds kort kunnen er ook niet doelgroeppeuters terecht. En die mogen dan 2 dagdelen per week op de groep komen. En bij een voorschool geven ze heel veel ondersteuning in de taal. En doen ze echt een intensieve taalbegeleiding voor de kinderen. Om hen een goede start te geven in groep 1 van de basisschool. Een doelgroepkind, het is afhankelijk van het opleidingsniveau van de ouders. De gemeente heeft bepaald dat bij allochtone gezinnen de ouders maximaal VMBO-T-opleiding mogen hebben, 1 van de 2, om in aanmerking te komen voor de doelgroepstatus. En bij autochtone gezinnen is het zo dat 1 van de ouders niet hoger opgeleid mag zijn dan een VMBO-T-opleiding, om ook naar een voorschool te kunnen. Ja, ik praat wel Nederlands, maar we praten gewoon Turks thuis. En dan, wat hoort het? De kind leert geen Nederlands. Dus ik vind het belangrijk. Ik vind het sowieso belangrijk dat het kind eerst de moedertaal leert. Maar daarna moet hij ook de tweede taal leren. Dus we hebben eerst thuis Turks geprobeerd. En nu praten we echt Nederlands met zijn man. Dan leert hij ook heel snel. En plus de voorschool, dat gaat dan sneller. Eigenlijk ook wel gebleken dat het voor de ontwikkeling van het kind toch wel heel erg goed is. Omdat kinderen ook heel veel woorden aangereikt krijgen. We proberen dat toch ook altijd door kleine kringactiviteiten of door themaplaten of met boekjes en met liedjes. Eigenlijk allemaal te stimuleren. En dan merk je toch wel dat de kinderen er, omdat ze er zo spelenderwijs mee in aanraking komen, dat die woordenschat al spelenderwijs toch vergroot wordt. Ja, goed zo. Hier mag de groente in. Ja. Het is geen kinderopvang. Wij zijn echt heel erg methodisch bezig met de kinderen. We hebben echt wel ook het idee van een heel duidelijk doel voor ogen waar we met de kinderen naartoe willen. Het is ook echt gewoon bedoeld om het kind zich beter te laten ontwikkelen op taalniveau, op taalontwikkeling, maar ook op dingen daarbuiten, sociale vaardigheden en zo. Ja, wij hebben er toch al 10 jaar ervaring mee. En ook de Leidsters zijn bij ons allemaal bijgeschoold. Die hebben allemaal extra scholing gekregen. En ook geleerd hoe ze nu toch het beste de kinderen kunnen stimuleren om te gaan praten en om die dingen allemaal te gaan ontwikkelen. Kijk maar eens aan. Hier moet het brood in. Wil jij het bord opruimen? Ga het bord maar opruimen. Het blijft wel op maat gegeven, hè, voor de peuterspeelzaal, vroegere peuterspeelzaalkinderen 2 keer per week. En voor de vroegere voorschoolkinderen 4 keer per week. Maar we merken toch dat beide groepen wel van elkaar leren. En ze trekken zich aan elkaar op. En ook de niet-doelgroepkindjes, dus de peuterspeelzaalkindjes, die leren heel goed van, ik moet even op mijn beurt wachten. Ik moet dat kindje even wat meer ruimte geven om het te zeggen. Dus ja, dat werkt heel goed.